Dag dames en heren en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Pad met Ad. Hij was 16 jaar lang het boegbeeld van de Partij van de Arbeid. Maar op 24 maart nam hij afscheid om pensionado te worden in Frankrijk. Hij is de grote vriendelijke reus van de politiek. Hij houdt van een goed glas wijn en een goed gesprek. En op dat laatste hoop ik. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. 10 zetels. Ja. Daarna hebben we toch hele rare dingen meegemaakt in dat opzicht. Hoor, hey, we kunnen wel anders schudden, hè? Ad, ja, we mogen weer. Ja, ik kijk gelijk even naar beneden, naar je schoenen. Je hebt hier weer schitterende schoenen aan. Zoals gebruikelijk. Ze zeggen wel eens een beetje, jij bent Hugo de Jonge van de lokale politiek. Nou ja, het feit is dat Hugo de Jonge bij dezelfde schoenwinkel zijn schoenen koopt als ik. Kijk, dus toch een beetje. Toch een beetje. Okay, maar dat is ook de enige overeenkomst hoor. Verder ben jij gewoon socialist, nog steeds in hart en nieren. Precies. Ja, maar laten we maar gelijk even over die politiek beginnen. Je hebt nu afscheid genomen. Ik zei het net in mijn stand-up. Je hebt afscheid genomen van de politiek. Laten we gelijk eens even die politiek eventjes daar doorpakken. In 2014 werd jij lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Ja, klopt. Jij volgde Jan Lagendijk op. Ja. En dan komt hij hoor. Jullie hadden heel veel zetels verloren in 2010. Gingen jullie van 19 naar 6 zetels. Nee, niet overdrijven. Nou, van 12 naar 6. Okay, maar jullie hadden ooit 19 zetels. Ooit hebben we niet. Toen gingen jullie naar 12. Toen kwam Beter Verdort in 2010. Toen werden jullie gedecimeerd naar 6 zetels. En vervolgens moest jij in 2014 moest jij dat verloren terrein weer gaan terugwinnen. En dat lukte niet. Precies, dat lukte niet. Nee. Wat neem jij jezelf daarin kwalijk? Daar neem ik me niets in kwalijk, want dat was ook de tijdsgeest. De PvdA was toen net gaan regeren met de VVD. En de kiezer vond dat eigenlijk de grote leugen. Want gedurende die verkiezingsstrijd was er een strijd geweest tussen toen de tijd de lijsttrekker van de PvdA, Diederik Samson en Mark Rutte. Ja. En die hadden toch op zijn minst de schijn gewekt dat samenwerken met elkaar, dat toch niet tot de mogelijkheden zou behoren. Eén van de twee zou het land gaan leiden. En dat werd op een haar na Mark Rutte. Oh ja. En de kiezer, daarop besloten ze toch te gaan samenwerken in het kabinet Rutte 2. Met heel veel bezuinigingen. Dramatische bezuinigingen. En de kiezer heeft daar de PvdA op afgerekend in 2014. Ja, maar weet je wat nou zo opvalt? We hebben het nu alleen maar over die landelijke politiek. Ja. Jij zat als lokale bestuurder voor de Partij van de Arbeid hier in Dordrecht. Hier worden andere beslissingen genomen. Klopt. Dat wil ik echt nogmaals tegen de kijker zeggen. Verward de landelijke politiek niet met lokaal. Want lokaal gebeuren er andere zaken die veel belangrijker zijn. Direct gevolg hebben op ons. En zie daar dan dat een partij als Beter Verdort heeft daar helemaal geen last van de landelijke aanpak? Nee, want Beter Verdort is geen landelijke partij, maar een lokale partij. Ja, precies. Maar jullie zijn ook een lokale partij van de arbeid? Nee, we zijn een lokale afdeling van de Partij van de Arbeid. En wat je ziet, en dat zie je voortdurend, is dat de kiezers voor een deel gaan die lokaal stemmen. Maar voor een ander deel stemmen ze landelijk en dan volgen ze toch de trend die zichtbaar is bij de peilingen. Ja, oké. Okay. Maar daarom neem jij jezelf niks kwalijk, nee. Omdat je dat verloren terrein niet kon terugwinnen. Nee, want jij had gewoon last van de landelijke politiek, zeg je. Maar is het nou een kwestie van dat jij je erachter verschuilt? Nee. Of heb jij gewoon niet genoeg je best gedaan om je lokaal te profileren? Nee, we hebben ons toen ons stinkende best gedaan om ons lokaal te profileren. Ik herinner me de actie met de borden. Ik weet niet of jij die nog... Het Cor van Ferck-syndroom bedoel jij. Daar heb jij het nu over, in 2014. Toen ging je over heel voor de stad. Kijker. Jij ging door heel de binnenstad allemaal borden plaatsen. Overal stonden borden. Wij dachten ook van, god, wat een narcist die Cor van Ferck. Die heeft de Cor van Ferck-syndroom. Ja, ja. Heeft u er ook wel last van, mevrouw? Ja. Weet je, oh nee, niet u hoor, mevrouw. Nee, ik heb het... die mevrouw denkt dat ik het tegen haar had. Nee, ja. Kijk, maar ik moest geïntroduceerd worden bij de kiezer. En de campagneleiding had gedacht van nou, dan moeten we met een flinke aanbodstap doen en we zitten borden door de hele stad, wetende. Ja, jij wist ook wel dat het niet kon. Nee, natuurlijk wisten we dat. Ja. Dus we hebben dat op een vrijdagavond hebben we dat gedaan.
in het donker, overal die borden neergezet. En prompt de andere ochtend hing onze burgemeester, ja, Arno Brok was toen de burgemeester. Ja, die hing aan de lijn van dat allemaal niet kon en dat moest weggehaald worden. Ik zei, ja, joh, dat zal. Ja. Ik zei, maar ik heb nu geen mensen om dat te doen. Nee, en toen ben ik nog een keer 's avonds met jou bij het station. Zijn we samen met mijn cameraman Fokke van der Straten. Hebben we jou gefilmd dat je die borden weghaalde? Ja, inderdaad. We hebben ze toen op maandagavond hebben ze allemaal keurig netjes, ja, verwijderd. Maar goed, het heeft niet geholpen, hè? Want nee. In 2015 weer electorale biddenkoek. Ja. Want toen gingen jullie naar? 4 zetels. Precies. En dat was overeenkomstig de landelijke trend. Ja, maar heb je hem weer? Ja, nee, ik blijf daarbij. We hebben daar in die verkiezing niet echt wezenlijk dingen fout gedaan. We hebben die jaren ervoor hebben we oppositie gevoerd. Ja? Zijn we er ook in geslaagd om de oppositiepartijen te verenigen? In de Verenigde Oppositiepartij. Nou, hoe verzin je het? Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Er was dus een goede samenwerking, maar het heeft niet gebaat. Nee. Misschien ook wel juist doordat je nogal een harde oppositie voerde. Dat kan ook, hè? Mensen vinden het niet leuk als er politiek geruzie is. Trouwens, hier staat hij, hè? Je grote vriend. Ja, een andere. Hier was jij niet blij mee, hè? Met dit beeld. Ik vind het een van Willem van Oranje. Nee, ik ben er niet blij mee. Ik vind het geen mooi beeld. Al sowieso niet. Nee. Met die holle ogen. Dat is verschrikkelijk, vind ik dat. Ja. Het is ook een vriendelijk. Ik noemde jou net een grote vriendelijke reus van de politiek. Maar als je deze man ziet, dan is het ook een soort grote vriendelijke reus. Maar alleen de vriendelijkheid ontbreekt. Ja, die ontbreekt dan een beetje. En ik vind dat in een stad van Johan de Wit, die op een verschrikkelijke wijze is vermoord door de Oranje gezinden, vind ik het eigenlijk niet pas om een beeld van een Oranje neer te zetten. Nee. Dat is, Ja, goed. Ik heb het vorige week al gezegd, ik ben ook apetrots op mijn Johan de Wit spel. Ja, want even in de stad van Johan de Wit. Juist. En jij vindt ook dat er geen oranje lintjes meer moeten worden uitgedeeld. Maar alleen speldjes van gebroeders de Wit. Ja. Hey, maar Cor, even terug naar 2014. Jullie moesten weer inleveren. Ja. 4 zetels. Ja. En nu zitten jullie nog maar met 2 zetels in de gemeenteraad. Ja. En iedereen kende natuurlijk op een gegeven moment Cor van Verk. Maar zelfs nu en zelfs toen heb jij de tijd niet kunnen keren. Nee. En dan vraag ik weer, wat neem jij jezelf dan daarin kwalijk? Of ga je nu weer verschuilen achter die landelijke politiek? Want dan wordt het een saai gesprek, hoor. Ik weet niet wat ik mezelf zou kwalijk moeten nemen, Ad. We hebben de... Of is het nou een beetje... Ik ga je helpen. Is het de tijdgeest? Nou ja, dat denk ik wel. Voor een deel. Ja. Dat heeft met een aantal dingen te maken, zoals ik ernaar kijk. Laat ik om te beginnen zeggen dat we in de eerste periode van de oppositie, dus zeg maar de periode Lagendijk van Verk, hebben we knetterharde oppositie gevoerd met een verenigde oppositiepartij. Ja. Zelfs een tegenbegroting ingediend. Ja. In de tweede periode, mijn periode dat ik lijsttrekker was, hebben we moeten inleveren. En eerlijk gezegd was dat een periode waarin we heel veel intern gedoe ook hadden. Dus dat zou ik misschien wel kwalijk nemen. Waarbij het niet lekker liep. Nee. Dat was ook de periode. Maar wat liep er niet lekker dan, volgens jou? Nou, wat er niet lekker liep was de politieke besluitvorming in de fractie. De gesprekken in de fractie, dat was moeizaam. Mensen waren soms slecht voorbereid. Jij bent de kapitein van het politieke schip. Ja, ja. Maar ik ga niet met de zweep achter hun staan in het weekend dat ze hun stukken moeten lezen. Er werd ook wel gezegd, Cor was te soft. Ja, ik weet niet of ik dat... Ik heb ook wel gehoord dat ik te hard en te autoritair was. Dus ik weet niet wat daar nou de waarheid van is. Het zal wel ergens in het midden liggen weer. Maar ik merkte wel dat in die periode mijn motivatie ook aanzienlijk minder was als de keren daarvoor. Ja. En dan de laatste periode heeft Inge de kar getrokken met de... Inge Stevens met de verkiezingen. Bleven we met 2 mensen over. Hebben we een taakverdeling gemaakt waarin zij, vooral de organisatorische en de kant van de stad, onder haar hoede nam en ik het politieke werk ging doen. Ja, want, in de raad. Maar dan zijn de politieke drijven toch enorm zuur? Nou ja,
2 zetels. Ja. Ooit 19. Ja. Jullie waren de regenten hier in Dordrecht. Ja, dat was misschien een van de oorzaken. Ja, en dan komt daar Piet Sleking met Beter voor Dordt. 15 zetels. Ja. Ik vroeg in 2013 aan Jan Lagendijk, aan jouw voorganger, welk gevoel had jij toen je dat hoorde, dat ze 15 zetels hadden? En toen zei Jan Lagendijk, nou, het was alsof ik onder de tram was gelopen. Ja, dat kan ik me ook herinneren. Ja, was jij ook niet toe aan geestelijke revalidatie? Nee, ik had dat wel zien aankomen, dat een behoorlijk aantal. 15 vonden wij overdreven veel, laat ik eerlijk in zijn. Ik ben gewoon jaloers. Ja, jullie hadden de 19. Ooit, hè? Dat was ooit. In de jaren 80 toen een oude aan het roer zat. Toen zei niemand van dat is overdreven veel. Toen vond jij het gewoon normaal, hoor. Ik weet uit die periode weet ik niet zoveel. toen ik begon hadden we 12 zetels en dat waren er erg veel, vond ik toen. Die 15 zetels hadden we niet zien aankomen. Nee. We hadden wel verwacht dat ze groot zouden worden, misschien ook wel groter als de PvdA. En ik denk dat er in die periode wel de stomme fout is gemaakt om toch maar door te zetten op zo'n bouw in een Zuidpolder, de bouw van het Balturenpark. Het moest en het zou worden vastgelegd in raadsbesluiten van bestemmingsplannen. Ja. Nou, ik heb me daar te vergeefs proberen in te verzetten. Je had mee moeten bewegen. Want kijk, ben je niet star geweest? Kijk, weet je, ik heb me proberen te verzetten tegen die besluiten. Ja? Omdat ik ze namelijk politiek strategisch volstrekt verkeerd vond. Want je wist dat daar gedonder over zou komen. Nou, wacht even. Ja, dat zo. Is ook gebeurd. Ja? Hè? Dus in die zin verrast het me niet helemaal dat zij zo groot werden. Nee. Wat me wel heeft verrast is dat ze zo groot zijn gebleven gedurende 12 jaar. Ja, maar en wat doet het je dan nu je ziet dat Beter voor Dordt terug naar 5 zetels? Terug naar de normale omvang. Oké. Dus dat is denk ik ongeveer de omvang voor de Beter voor Dordt. Dat is ook een beetje gezond, zeg maar dan. Dat vind ik een gezonde verhouding. Okay. Het gaf een volstrekt ongezonde verhouding in de raad van 2010 tot 2014. Ja. Met een enorme machtspositie van Beter voor Dordt. Ja. Maar dat gemeenteraadslid zijn, hè, dat is geen sinecure. Nee. Hoeveel uur per week kostte jou dat? Dat kostte me minimaal 20 uur per week. Want er zijn mensen die denken van, ja, die verstrijken daar een lekker salaris op van 860 euro. Slecht betaalde baan, hoor. Ja. Het is het best betaalde vrijwilligerswerk, maar het is een slecht betaalde baan. Ja. Je moet de knoer uit verwerken. Veel in de weekenden. Hè. De zondagen waren voor mij altijd bestemd voor de politiek. En dat betekende dus dat mijn vrouw Gerda alleen naar onze ouders kon gaan. 3-4 avonden per week weg zijn. Ja. Dat ga je op een gegeven moment opbreken. En dan na 16 jaar is het dan ook wel mooi geweest. Ja. Goed. Maar welk memorabel moment uiteraard is jou het meest bijgebleven? Oeh. Is een moeilijke vraag, ik weet het, maar... Dat is een moeilijke vraag als je 16 jaar... Maar soms knalt er wel eens iets uit, hè? Dat je denkt dat zal ik dus echt nooit meer vergeten wat toen gebeurde, want... Een van de meest memorabele momenten is wel geweest het vertrek van wethouder Al-Bayrak in 2015, heel lang geleden. Die zat toen voor de Partij van de Arbeid die zat voor in onze, de raad. Ja. Onze club zat ze in de raad. Ja, ja. Was niet een onverdeeld succes. Die moest na een jaar, gaf ze ook te kennen, niet naar Dordrecht te willen verhuizen. Terwijl dat wel een eis was geweest. En alles bij elkaar leidde dat tot haar vertrek. Ja, dat was best wel pijnlijk. Dat was een pijn, zeker voor haar en voor de mensen in haar nabijheid was dat een pijnlijk moment. Tegelijkertijd was dat ook de laatste keer dat ik zag dat de politieke fractie in de gemeenteraad het lef had om een wethouder naar huis te sturen. Want daarna hebben we toch hele rare dingen meegemaakt in dat opzicht. En konden ze gewoon blijven zitten. Wat wil je hier nou mee zeggen? Nou ja, dat ik vind dat een politieke fractie die wethouders levert aan zijn stand verplicht is om kritisch te zijn naar de wijze... Hebben we het nu over Beter voor Dordt?
Nu hebben we het inderdaad over Beter Verdort. Laten we de olifant in de kamer benoemen. Laten we mijn man een paard noemen. Ja? Piet Sleking was een uitstekende wethouder, maar de rest van zijn kompanen hebben er niet zoveel van gebakken. Okay. Lynette Rijnvaan had heel veel krediet in de raad, maar achteraf bleek dat ze ook heel weinig had gedaan. Marco Stam werd natuurlijk wel geconfronteerd met een mortuarium aan lijken, heb ik wel eens gezegd in de raad. Van zaken die waren blijven liggen, omdat Lynette 8 jaar lang weinig tot niets daaraan had gedaan. Met alle gevolgen van dien. En dan blijkt Marco Stam uiteindelijk ook een wethouder te zijn die niet in staat is. Niet in staat is om dat adequaat op te pakken, waardoor het een eigenlijke zootje werd. Ja, ik ken Marco Stam persoonlijk, nog vroeger uit mijn jeugd, toen waren we jeugdvrienden. Hij woonde aan het Kromhout en ik woonde tegenover aan de Vest. Alleen een watertje scheidde ons. En dat we hielden allebei van een bepaalde band, Angel, The Fortune. Dat was echt een geweldige plaat. En dat is mijn herinnering aan hem. En toen ik hoorde dat hij zou wethouder worden, dacht ik van, ja, dat vind ik helemaal niks voor Marco, joh. Hoe gaat hij die klus klaren? Nou ja. Ik had er echt mijn bedenkingen bij. Maar dat is puur persoonlijk, nou ja. Hè? Nou ja, en als hij dan wordt geconfronteerd met een vervelende erfenis, hallo, ga er maar eens aan staan. Nou ja, dan moet je eigenlijk een heel krachtdadige bestuurder hebben die met zijn vuist op tafel kan En dat slaan. Was hij niet. Dat was hij niet. Het is gezegd. Ik doe overigens niks af aan de persoon Marco Stam. Nee, we staan hier niet zeg maar, om mensen een trap na te geven. We beschouwen gewoon even de zaak der dingen. Cor, ik ga jou dezelfde vraag stellen als ik de cijfers in Jan Lagendijk vroeg. Welk cijfer zou jij momenteel deze stad geven? Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Ja, dat is Jan Lagendijk ook. 8 jaar geleden. Ja, nou, weet je, de lastigheid zit hem erin. Het feit dat je... de stad, je ziet dat de stad zich weer gaat ontwikkelen. Ja. En dat vind ik positief, dus daar zou ik het een 8 voor geven. Tegelijkertijd blijft Dordrecht toch echt Dordrecht. En dat is misschien ook mooi, maar het heeft ook wel een beetje dorpskarakter daarmee. Oké, okay, dus je hebt het over een 8. Dan zit je aanzienlijk hoger, want Jan Lagendijk gaf een 6,5. Ja. Zei, nou, een 7 vind ik weer te positief klinken. Nee, ik vind dat er namelijk wel pogingen worden gedaan nu echt in de afgelopen 4 jaar om de stad weer op te tillen naar een niveau waar die stad thuis hoort. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar ik waardeer de poging daartoe van het college, van het vorige college. En ik hoop dat het volgende college daarmee voortgaat, want dat heeft de stad nodig. Ga jij Dordrecht missen? Want jij gaat nu pensionado worden in Frankrijk. Maar ja, nu lopen we hier nog zo lekker door de binnenstad. De stad die jou zo vertrouwd is. Ik ga Dordrecht ontzettend missen. Ja. Ik ben een Dordtenaar in hart en nieren, geboren en getogen in deze stad. Ik heb ooit 2 jaar, geloof ik, 2,5 jaar in Breda gewoond. En elke keer als ik de Grote Kerk zag, kwam ik thuis. Juist. Dat hoor ik vaker trouwens hoor. Ja. Ja, ja. En dat, ik ben bang dat ik dat gevoel wel zal blijven houden. Ja. Neem niet weg dat we het toch gaan proberen in Frankrijk. Maar kun je niet eerst gaan proefwonen in Frankrijk? En als je niet bevalt, want je hebt je huis te koop gezet. Ik zou zeggen, ga eerst proefwonen. En als het niet bevalt, ja, dan heb je altijd nog je huis. Nou ja, we zetten ons huis te koop omdat het een huis is wat veel te groot is voor ons, met veel trappen. We zijn inmiddels allebei rond de 65. En dan ga je vooruit kijken. Dan ga je vooruit kijken, dus. Jeetje. We gaan naar Frankrijk. We zorgen dat we er uiteraard voldoende geld achter de hand houden om eventueel terug te kunnen komen. En de eerste tijd zullen we ook gewoon nog ingeschreven blijven in Dordt. Ja. En wil ik misschien wel een stekje proberen te vinden, maar wat een stuk kleiner is als nu. Ja, en dan nog een andere. Pied-à-terre noemen we dat. Prachtig woord. Een prachtig Frans woord. En Cor, diezelfde vraag stelde ik ook aan Jan Lagendijk. Ik zeg het iedere keer, maar blijf jij ook politiek actief op de achtergrond? Ben jij die schim uit het verleden die af en toe eens opduikt? Nee, ik ga niet als een soort orakel uit Frankrijk. De zaak hier becommentariëren. Er is een nieuwe fractie, er is een nieuwe leider en ik wens hem veel sterkte en succes.
Maar die zal het moeten gaan doen en ik ga niet op de achtergrond. Nee. Jij had het net, en dat wordt echt mijn laatste vraag, Cor. En dan duiken wij even hier het horeca-etablissement in. We lopen dus even een klein stukje terug, want dan kunnen we gelijk de deur nemen. Is het goed, cameraman, dat we weer een stukje teruglopen? Hij knikt ja. En dan ga ik weer even zo lopen, Cor. Ik wil het even de positie goed houden. Jij had het net over een sterke oppositie die je destijds vormde. Hoe noemde jij dat nou net? Een verenigde oppositie. Een verenigde oppositie. Dat brengt mij tot de volgende slotvraag. Wordt het niet tijd dat de Partij van de Arbeid ophoudt te bestaan en dat jullie opgaan in een hele nieuwe linkse partij? Gezien jullie, kijk, dat oude socialisme, dat is voorbij. De Partij van de Arbeid is niet meer de Partij van de Arbeid. Jij en Jan Lagendijk zijn echt wel van die oude socialisten. Zoals Den Uyl en Wim Kok. We hebben ze niet meer, met alle respect voor Wouter van der Spoel. Maar hij komt niet over als een socialist, een daadkrachtig iemand. Leuke jongen, misschien voor het jongere publiek. Maar die oude socialisten, die zitten niet op Wouter van der Spoel te wachten. Jij, dan denk ik van... Het moet op een gegeven moment ophouden. Die Partij van de Arbeid is niet meer die Partij van de Arbeid van jaren geleden. Tijd voor een nieuwe koers. Vind jij dat ook? Dat de Partij van de Arbeid op moet houden te bestaan? Ik zou het een goede ontwikkeling vinden wanneer er in Nederland, maar ook in Dordrecht, een progressieve beweging gaat ontstaan, bestaande uit mensen uit de Partij van de Arbeid, uit GroenLinks, D66... de partijen die een links beleid willen voeren. Ja, want waarom spreekt dat GroenLinks dan veel meer aan? 6 zetels, mind you, 6 zetels. En de Partij van de Arbeid die heeft niet 1 zetel bij kunnen krijgen. Nou ja, dat doet jou wat. Nou ja, dat verraste me enorm. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, moet ik 2 dingen vaststellen. De lijsttrekker van GroenLinks heeft... kwalitatief enorm goed, enorm goed neergezet. Ja. Ze bleven overeind in moeilijke debatten tussen wethouders. Dan denk ik van, nou, dan doe je het niet verkeerd, meid. Nou ja, zou die burger dat altijd gezien hebben, denk jij? Weet ik wel niet. Nee joh, tuurlijk niet. Die kijk echt niet. Nou, weet je, die burger heeft dat misschien niet gezien. Een aantal mensen hebben dat wel gezien en dat zijn wel mensen die praten. Ja, maar er is een ander... Dordrecht is een dorp, zei ik net. Ja, oké. Okay, maar... Dat praat rond, hè. Hoor, er is een ander element, en ik wil je niks opleggen hoor. Er is een ander element waardoor GroenLinks zo groot is geworden. En dat is niet het voorkomen van mevrouw Benschop. En dat ze het zo leuk doet en overeind blijft bij stevige debatten. Dat ziet die burger niet. Ja, er moet iets anders zijn. Ik weet het niet, maar er moet iets anders zijn. Wat tijdgeest misschien. Wat je als tijdgeest, dat noemde je net ook al. En daar wil ik dan nu wel wat duiding aan geven. Wat je ziet is dat alle middenpartijen, er zit geen verschil meer tussen. Als je de programma's naast elkaar legt van de gemeenteraadsverkiezingen, dan zie je... hele kleine marginale verschillen. Het zijn accentverschillen. Ja, dat betekent dus dat in dat hele brede spectrum, in die 16 partijen die meedoen, zitten er een aantal aan de vleugels die dan wel wat verschil maken, maar die worden niet geliefd. De een omdat ze een standpunt heeft over vluchtelingen en Oekraïne en dat soort zaken dat men verwerpt in deze stad. De ander omdat ze een conservatief beleid willen voeren. Dus je ziet dat de verschillen, dus mensen gaan ook bijna niet meer stemmen. Hè? Dat is degene die lage opkomst. Ja, de lage opkomst is daar een gevolg. Als je nou toch geen verschil meer ziet, dan maakt het dan nog uit. Ja, dat zie je ook landelijk. De middenpartijen onderscheiden zich niet meer. Ja, nou goed, er moet een nieuwe politieke wind door de rechten gaan waaien. Wellicht met een nieuwe gemeenteraad. Jij doet daar niet meer aan mee. Nee. Mijn allerlaatste slotvraag aan jou, Cor. En dan gaan we naar binnen. Dan gaan we maar eens een goed glas wijn drinken. Want ik heb gehoord, daar hou je enorm van. Wat wens jij Dordrecht toe? Ik wens Dordrecht groei en bloei toe. En bloeien kan je alleen wanneer je groeit. En dat betekent dus echt dat de groeiagenda zoals die is vastgesteld uitgevoerd moet gaan worden. Dan hebben we voldoende werkgelegenheid, dan hebben we voldoende woningen. En dan wordt dit eiland alleen maar mooier en levender. Oké. Cor, als jij vast naar binnen loopt en even een tafeltje reserveert, ga ik gedag zeggen tegen de kijk. En Cor, het gaat je goed. Dankjewel. Ik wens je heel veel plezier in Frankrijk. Dankjewel. We gaan een goed glas wijn op drinken. En bedankt voor je inzet. Dank je. We gaan het missen. Ja.
Ja? Oké. En tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad. Kijk, daar gaat hij, hè. De laatste de socialisten. Tot zover deze Op Pad met Ad. Volgende keer, ja, dan waar onze bestemming mij, of nee, ik moet zeggen, waar mijn bestemming ons er weer naartoe brengt. Ik ben helemaal van apropos. We wachten het af.